Oké, jullie spelen dus die verhalen van die BV's, maar zelf hebben jullie ongetwijfeld ook wel wat straffe verhalen. Heb je er eentje dat je ons kan vertellen? Een verhaal dat bij jou gebeurd is? Zo een typisch, je had erbij moeten zijn verhaal. Ja. Mag ik beginnen? Ja. Voilà. Mooi. Wel, mijn verhaal situeert zich een 25 jaar terug. Ik zat op de toneelschool en ik zat ook in de Paliter. Want dat hoort samen natuurlijk. Dat is een café, hè? Dat is een café, een studentencafé destijds van de acteurs en studenten en dit en dat. En het was een mooie avond, terrasjes weer. En ik ga met mijn kameraden naar de Paliter, maar dat terras zat zo vol. Maar gelukkig mochten wij stoelen uit het café bijvoegen aan het terras. En wij hebben daar, ik zat helemaal links van het terras, dus... Maar dat terras was zo breed dat zo verschillende gevels bestreek. En een hele dag en een hele nacht liggen tamboeren en pinten en nog pinten. En het was ochtend, het werd licht en we moesten toch even gaan slapen, want om 9 uur moesten we terug naar school. Dus ik ging terug naar school. Ik kom daar aan de balie flikken. Met de vraag of er studenten waren van de studie Herman Teirling die de nacht daarvoor op het terras van de Paliter hadden gezien. Waarom? Wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Goeie vraag. Goeie vraag. Goeie vraag. Voor jullie. Een avondje stappen. Allee, zitten en zuipen, basically. Mag ik dat zo samenvatten? Ja. En dan plotseling de dag daarna te flikken die aan de deur van de school staan van zich. Zijn er gelukkig geweest die je gisteren hebt gezien? Nee, of er studenten waren van deze school die op het terras gezeten hadden afgelopen nacht. Laat eens weten hoe jij denkt dat het is voortgegaan. Kan via de Q-app of via 6025. Wat is daar gebeurd? Ja, heel veel mensen die denken dat het iets te maken heeft met geld. Dat ze vergeten te betalen, portefeuille vergeten. Iets. Gelijk daar straks, dat je portefeuille vast zat met uw rit die kapot was. Ja. Dat had je kunnen. En dan zijn er heel veel mensen, er zijn echt duidelijk twee strekkingen, die de richting van de cacao op gaan. Pardon? Ja, die denken dat... Eerder bruin getint eigenlijk. Oh, bruin getint verhaal. Op plaatsen waar er mogelijk kakao is gedaan door Ben. Ja, echt, ik zeg het niet, het is binnengekomen. Bloembakken? In bloembakken wordt gekakt volgens sommigen? Als dat al niet meer mag. Ergens op een dak. Kippenvlit. Oh. En dan was er ook een goedele en die zei, nee, een bekende filmregisseur woonde achter een van die gevels en had Ben bezig gehoord en wou hem een rol aanbieden. Aha. Welke goedele? Is dat goedele Liekens? Nee. Een zekere goedele. Een zekere goedele. Heb je het juiste einde van het verhaal al gehoord? Nee. Wat is het dan wel? Dus een hele nacht tamboeren, drinken. Wat was er nu gebeurd? Omdat het terras zo breed was, had ik al gezegd, bestreek dat verschillende gevels. En ik zat ter hoogte van de gevel van een etalage van een brillenwinkel. Wat is daar nu gebeurd? In die nacht is heel die brillenwinkel leeggeroofd. Nee. En ik zat daar met mijn kop op. Nee. Ik zat zelfs met mijn gezicht echt richting die vitrine. Op 1,5 meter. En ik heb daar niks van gezien. Wow, en zelf ook een beter een brengen. En ik heb het kunnen uitgaan leggen bij de flikken dan. Dat was niet strafbaar of zo, maar ik kon die mensen niet helpen. Die brillenwinkel marchant ook niet. Ik zei, sorry, ik heb het niet gezien. Ja, maar je zat daar wel op 1,5 meter. Hoeveel had jij gedronken? Is dat? Dat zegt natuurlijk iets over de staat, hoe ik daar zat waarschijnlijk.